Dit is Zoet TV vandaag. Welkom. Goeiedag mevrouw, dit is Zoet TV vandaag en ik zie dat u vandaag actief bent in het district Para. Maar misschien kunt u ons in het kort vertellen en niet ieder weet het misschien, wat stichting Suresuur betekent. Nou, Suresuur dat staat voor Stichting Support Recycling Suriname. En we zijn dus een NGO die al vanaf 2015 actief is als het gaat op het gebied van recyclen en afval scheiden. En we zijn inderdaad in Para vandaag. We zijn bijna op de hoek van Rijsdijk en we zijn er om mensen te vertellen waarom die grote groene bak er staat. En bepaalde mensen weten niet als het alleen voor plastic flessen is of kan je ook aluminium blikken erin deponeren? Nou, inderdaad, de informatie die we geven is onder andere wat mag in de bak, waarvoor staat de bak er en wat doen we ermee. En ik zal het ook kort aan u vertellen. Wat er in de bak staat, dat staat eigenlijk heel groot op de bak hoor. Dus if this Malaysia, this Malaysia indirect. Er mogen plastic flessen in, er mogen plastic zakken in en er mogen van die aluminium drankblikjes in. Je moet denken aan die soda blikjes of die parbo blikjes, die energy drankblikjes. Die mogen allemaal ook in de bak. En alle plastic flessen, vanaf je shampoo fles tot je waterfles tot de zeepfles, afwasseep, mogen erin. Maar ook broodzakken, Fernandes broodzakken of de zakken die je gebruikt wanneer je naar de winkel gaat om spullen te kopen. Die mogen allemaal in de bak. En het doel is dat mensen gaan snappen dat in plaats van dat je met huisvuil meestoet of dat je het in die grote ton voor die Chinese winkel zet zoals dat hier gebeurt, dat je het in een inzamelbak doet die gebruikt wordt om te recyclen. Want wanneer het materiaal in zo'n bak terechtkomt, dan gaat het naar de recyclefabriek, dan wordt hij versnipperd en er wordt een nieuw product van gemaakt, waardoor hij uit het milieu blijft. Als je hem in de ton doet voor de winkelier of in de ton thuis bij jou, nou dan heb je het in elk geval niet op straat gegooid, maar wanneer het verzameld wordt, wordt het wel gewoon ergens gegooid op een vuilstortplaats. En het enige dat daar gebeurt, is dat die hoop groter en groter wordt. En dat doet nog maar niet, want het betekent uiteindelijk dat je gewoon alleen meer rommel hebt, terwijl je iets nieuws ervan kan maken. En dan tegen je maar, kom, gooi je rommel. Niet gewoon in een ton, maar in een inzamelbak, laat er wat nieuws van gemaakt worden. En dan lever jij op je eigen manier ook een kleine bijdrage aan het schoner houden van Suriname en het netter houden. En ik wil dan nog even aanvullen, de winkelier maakte tussen net de opmerking, ja, de bak staat er, met tegen is magie zijn abakkie dit, maar dat is maar een bonk in en de actie mis maar om make money. Onze organisatie is een NGO, het is een stichting die geen geld maakt, weet je. Het recyclen helaas is geen winstgevende activiteit. Het is een activiteit die net genoeg opbrengt om ervoor te zorgen dat die bak elke week opgehaald kan worden. Dus nee, we verdienen er geen geld mee, maar we vinden het wel belangrijk om ons land schoon te houden. Als je wakker naar straat, als je mama even en je ziet hoeveel rommel er is, dan schrik jezelf. En niemand wil dat zien. En we kunnen allemaal ervoor zorgen dat het schoon is wanneer er gemaaid is door onze spullen in de juiste bak te doen. Oké, dank u wel mevrouw. Misschien wil men meer informatie verschaffen. Heeft u een website dat u door kunt geven? Ja, u mag altijd even checken op www.suresuur.green. Men mag ons opzoeken op Facebook, Support Recycling Suriname. Daar kan je dus ook gewoon al die locaties zien, want die bakken nog weinig. We hebben meer dan 200 bakken in heel Suriname. Er zijn ook nog bakken voor glas. Iets verderop op Lelydorp heb je bijvoorbeeld ook een bak voor glas, waar je ook die glazen flessen en potjes in kan zetten. Dus er zijn genoeg bakken. Je kan ze op onze website vinden en op onze Facebookpagina. En dan kan jij ook een bijdrage leveren. Takakondekring. Dit is Zoet TV vandaag.